Yo, het is je boy Alawali hier, live bij Punch-Out Battles, de finale event. En he's back! Noozy! I'm back, bitch! Ja, man. Ja, Noozy, laat me gewoon gelijk beginnen, los van wat je van de battle vindt. Voor deze Noozy moet toch iedereen in zijn broek schijten? Ja, ik weet niet, dat ligt aan die persoon zelf, toch? Maar ja, als ik gewoon genoeg tijd erin steek, dan kan je zien wat er gaat gebeuren, man. Ja. Kunnen we nu ook gewoon vaststellen dat je blijft? Ja, ik ga niet beloven elk event, want ik heb ook echt andere dingen te doen. Maar je hoeft niet elk event, maar gewoon dat je gewoon wel meestrijdt voor de finale plek van 2009. Ja, sowieso, het moet lukken, man. Kijk, vorige finale reeks zeg maar, heb ik voor mezelf een beetje opgefokt. Als ik zeg maar, meer de tijd had genomen, had ik, ja, ik zeg niet dat ik keus kon pakken, maar dat had wel closer kunnen zijn. Je had keus kunnen pakken. Ja, wie weet. Maar ja, weet je wat is? Ik wil niet zo afsluiten, toch? Niet dat ik zo Punch-Out ga verlaten, want Punch-Out is tot nu toe echt een van de lauwste ervaringen die ik ooit heb meegemaakt. Dus ik denk van ja, ik moet hier wel een goede stempel achter zetten. Nice, nice. Speakery Battle. Nu Tim Bemis is gestopt, de hardste battelaar van Spijkenissen. Ja man, Noozy is next level, maar dat wist ik toen ik erin ging. En toch doe je het? Ja, ik had gewoon zin. Ik dacht, weet je, Spijkenissen is onze stad, niet jouw stad. Ik dacht gewoon, weet je, we moeten gewoon wat neerzetten. De laatste keer dat er echt harde battle rappers waren, was Tim Bemis, QC en Killer. En ik dacht, weet je, we gaan er wat van maken. Jammer dat die shit niet echt ontvangen werd, maar zijn was QC trouwens even vergeten? Zijn kant was echt fucking hard, man. Heerlijk, hoe ging het voor jezelf? Ja, ik weet niet, ik verwacht heel wat anders. Ik dacht dat veel meer shit aan zou komen, maar misschien hoe ik het bracht. Wat gebeurde wel eens dat je best wel harde bars had waar dan niet helemaal op gereageerd. Ja, het lijkt wel alsof ik terugval in die battle tegen Frans, want tegen die knie kwam ik best wel hard en vond ik dat ik een beetje ben onderschat. Maar ja, hier, dit was gewoon kut. Alright, Noozy. Tim, wil je nog wat zeggen over dit? Nou, horen jullie in de judgment. Extra speciale aandacht voor Tim Bemis, derby van Spijkenissen dit. Noozy, ja, met alle respect, weet je, de volgende battle. Ik denk dat jij nu de te pakken guy bent binnen Punch-Out. Ook wel tegen eerste keuze, als je de derde ronde niet had opgefokt, had je misschien wel vandaag in de finale kunnen staan. Vandaag maak je weer misschien wel je beste performance ooit, niet? Ja, ik denk het wel, man. Tenminste, ik heb hem clean gebracht en tot nu toe, ik ben ook gegroeid, toch? Kijk, mijn eerste battles waren ook niet op en top en ja, hij heeft ook nog gewoon de potentie om te groeien, dat zie ik ook wel. Zeker weten. Dus, maar met de level die je vandaag bracht, dan moet volgende keer de crème de la crème tegen Noozy. Wie is dat? Ja, weet je wat het is? Ik heb hij wil niet terugkomen, maar ik heb vaak aan Cyclo gevraagd om te battelen, man. Maar kijk, ik snap hem ook wel, hij is op andere dingen bezig, maar ja, het is low, man. Hij vindt mij dope en ik vind hem ook keihard. Cyclo, maak een uitzondering, man. Ja man, nee, maar voor de rest, ik weet niet man, eerlijk gezegd weet ik niet eens wie er nu allemaal in de scene zitten man. Maar ja, die grote goede guys die zijn vooral gestopt, maar ja, ik weet het niet man, ik zie wel wat er op mijn pad komt, kijken wat wie er vandaag erg komt en ja, dan zie ik wel man. Okay, dope, maar tof dat je terug bent man, ja, blijf erin. Gerald, tegen wie wil je volgende keer? Ja, ik weet het niet man, iedereen mag komen, ik denk dat ik een lager persoontje ga pakken. Ja. En ik hoop dat er wat neppe personals de wereld uit gaan, want dat shit gespeerd, jongen. Oh. Straks om 7 uur de battle online. Ga hem kijken. Vuur uit Spijkenissen. Don Tata trouwens. Don Tata, kom Don Tata tegen Noozy. Dope. Oké, okay, cool. Mijn naam is Alawali. Straks 7 uur de battle online. Ga hem checken.